Have me complain first day. Hi. Kijk dat ik met zulke grote getallen gekomen ben. Mijn naam is Ogie Punctual. Hoog in ophouding van zijn majesteit koning Bartulfus Carando Domega. De vorst van het Rijk der Fantasie. Het is om mij een grote eer zo dadelijk door. Wel veel gesproken om dat te presenteren. Maar alvorens het zover is, gaan wij iets met elkaar doen. Jawel. Wij gaan een hofbuis uitvoeren als nooit tevoren, dames en heren. Ik heb een vrijwilliger nodig voor de Dwingelstad. Is er iemand die zegt jawel? Ja, u daar. Kom staan, jawel. Alsjeblieft. Dat ook. Jawel hoor. Ja, u ook. Hartstikke goed. En dan hebben wij natuurlijk de linkerhand. Die plaatsen wij op boven de derrière. Kijk u maar naar mij. Nou, prachtig. Ja, u leert snel. De linkerhand boven de derrière. U mag de hand met gesloten vingers richting het paleis wijzen. Ik doe het even andersom. Wijs even naar het paleis, zo, hè, alsof u zwaait. En dan gaan we van links naar rechts. En van rechts naar links. U mag een tourniquet maken richting het paleis, want de koning zit er in zijn bovenkamertje. Ja, het gaat zo gebeuren hoor. Hij is altijd een beetje zenuwachtig, hè? Maar komt van elkaar. Kom, we gaan de Symbolicaanse beurt doen. Komt ie, met z'n allen, hè? 3, aan 2, aan 1. Schitterend moment, hè? Ja, nou, hij vindt het prachtig. Dames en heren, u komt straks op audiëntie bij koning Bartulfus. En dat gaat allemaal fantastisch worden. Maar het is nu tijd voor de Symbolicaanse hofdans. Dames en heren, geef ze een applausje. De dames van de hofhouding. Oh, dank u wel. Applausje voor de hofdans. Dank u wel. En dan komen ze alweer. Nou ja, ik ken ze niet allemaal, maar ze kunnen toch zien zijn. Dat is een dans die zijn weerga niet kent, dames en heren. Daar komt het hoor. Ach, als je het ziet, hij ziet het, zit dan. Dames en tijdens de repetitie echt de zolen onder het schoeisel uitgerepeteerd. Maar dan heb je ook wat hoor. Kijk eens. Schitterend. Prachtig. Ik meedeeg. Jawel, u zat er al bij met de armen op elkaar dat u denkt, hè? Wat moet ik dan?